Deelnemers, startvrij. Startvrij, dames en heren, voor de Kruithuisprijs. De paarden gaan zich opstellen in de startvakken. Draai in. Standby, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste graskoers van vandaag. En het is na de start, direct na de start aan de leiding Kasari. Die heeft de leiding genomen. Brazil Elegance op de tweede plaats. Een galoppade aan de staart van het veld. Zien we daar van... Uitgeschakeld nummer 3. Galop 3 uitgeschakeld. We gaan dan de laatste ronde in. En als we de laatste ronde in gaan, is het aan de kop nummer 6, Kasari. Kasari, die broer van die Baladan Williams bij zich heeft. Baladan Williams aan de buitenzijde neemt de leiding over van Kasari. Op de derde plaats daarachter volgt dan Dayton. Paarden gaan dan de Klingendaalbocht in op weg naar de overzijde van de baan zo dadelijk. Met nu aan de kop Baladan Williams. Baladan Williams heeft de leiding. Dayton zet na en die komt nu in het tweede spoor. In derde positie dan Kasari, de vierde plaats voor Brazil Elegance. En zo gaan we naar de overkant van de baan. Daarachter dan Andreas Wageman. En die wordt gevolgd door Vartaba. En we zijn nu aan de overkant. We hebben nog 1300 meter af te leggen. Alle paarden over het zandpad. Met Dayton die de kop heeft genomen. Dayton leidt met anderhalve lengte voorsprong. Baladan Williams op de tweede plaats. Derde positie is voor Kasari. De vierde plaats voor Brazil Elegance. Daarachter is het Andreas Wageman. En de rij wordt nog altijd gesloten door Vartaba. Als de paarden het landje van Jochems passeren en de laatste bocht gaan aanrijden. Met nog altijd Dayton aan de kop. Dayton, Misha Brouwer. Heeft het veld toch achter zich. En het veld heeft ongeveer 6 lengte van kop naar staart. Dus alle paarden zijn dicht bij elkaar. We gaan de laatste bocht in met nog altijd Dayton aan de kop. Dayton, die voert het veld aan en heeft een lengte voorsprong. Baladan Williams op de tweede plaats. Kasari ligt derde. Daarachter is het op dit moment dan aan de buitenzijde Andreas Wageman. Die gaat proberen een plaatje goed te maken. Ook Vartaba die gaat opschuiven. We gaan de laatste bocht uitkomen. En trekken zo dadelijk dan richting laatste rechte lijn. Dan hebben we nog 600 meter af te leggen in de Kruithuisprijs. In deze laatste graskoers van deze schitterende zonovergoten middag hier op de renbaan Duindicht. Dayton is nog altijd de leider. Dayton heeft een comfortabele voorsprong van toch wel 1-2 lengte. Baladan Williams op de tweede plaats in derde positie. Volgt daarachter Kasari die terugkomt voor uitgeschakeld nummer 5. Galop 5 uitgeschakeld. Galoppade voor Baladan Williams. Leidt volgens mij tot uitschakeling, maar ik heb het niet goed kunnen horen. We gaan de laatste 200 meter in Dayton. Kasari komt aan de binnenzijde terug. Dayton met Kasari. Kasari aan de binnenkant gaat heel makkelijk de leiding overnemen. En het is Kasari met Jaap van Rijn die het wint. Dayton op de tweede plaats, dan Brazil Elegance. Daarachter is het close tussen Vak Taba en Andreas Wageman. Opgelet, dames en heren, dus onderzoekcomité naar de gangen van paard nummer 7, Dayton.